Patricia. Ik ben 20 jaar oud, ik woon in Herentals. Ik studeer voor schoonheidsspecialisten. In mijn vrije tijd zet ik nageltjes en hou ik me vooral bezig met mijn eigen studierichting, omdat ik er later zelf in mee verder wil gaan. En ik zie mezelf ook een eigen salon openen binnenkort, allee, over enkele jaren of zo. En ja. Ja, ik heb heel lang gevolleybald. Ik ben daar nu een tijdje mee gestopt, aangezien ik zo heel veel last heb van mijn knie altijd. En voor de rest, nee, mijn vrienden veel. Liefst meer naar festivals. Uitgaan niet echt, maar binnenkort bezoek ik Sunrise Festival in Lille. Dit jaar Replay. Dat is ook zo dicht bij mij, dus daarmee. Voor de rest, ja. Als ik tijd heb, doe ik dat wel eens graag, ja. Maar niet dat ik zo elke week of zo helemaal niet. Nee. Ik werk ook in het weekend, dus ik werk in een klerenwinkel, Veromola in Herentals. Ik ben zo een heel sociale, dus ik wil altijd zo bezig zijn. Ik ben zo niet iemand die graag thuis is. Nee, ik heb nog een zus, maar die is onlangs getrouwd. Dus die is ook al zo weg. Dus nu ben ik alleen. Alleen met mijn ouders dan. Ik doe mee omdat ik het als een heel ervaring zie. Ik zou er graag in willen groeien. En de meisjes ook. Ik zou graag ook heel veel vrienden willen maken. Omdat Armeense meisjes die zijn zo... Ja, het zou leuker zijn om meer Armeense meisjes te leren kennen in België. Omdat iedereen zo ook uiteen woont en deze brengt ons ook wel dichter bij elkaar. Ik woon al bijna 17 jaar in België. Ja, ik ga nog elk jaar op reis, want heel mijn familie woont daar nog. Dus elk jaar ga ik wel terug naar mijn familie voor een paar maanden, voor een paar weken. In de hoofdstad, in Yerevan. Super warm. Deze zomer was het rond de 40 graden, maar het is zo daar anders zo warm. Als het hier zo 30 graden is, is daar zo precies 40 graden. Zo. De klimaat is wel anders. Ook veel fotoshoots, promoties en campagnes die we dan doen voor de sponsors eventueel. Repetities ook vooral, ter voorbereiding voor onze finale. Mijn beste eigenschap is dat ik heel spontaan ben, heel sociaal en ik pas me ook altijd aan. Ja, ik ben niet echt een moeilijke persoon. Ik denk mijn haar en misschien mijn ogen, ik weet niet, die ik bewonder. Ik denk misschien mijn ouders, omdat die veel voor mij doen. En ja, ik zou later ook zelf een goed gezin willen. Ik zou wel graag zo willen groeien in alles, dus ik zou niet direct zoiets vast willen. Ik denk het nu nog, ja, ik weet het niet goed. Voor mij zou het niet echt uitmaken. Ik denk vooral dat het belangrijk is dat je ervan houdt. Het maakt niet uit van welke afkomst het zou zijn. Ook al ben ik wel Armeens, maar ja, het hangt er echt vanaf of dat je er echt van houdt. Ik denk dat liefde ook geen afkomst vraagt. Of... Ja. Ik eet eigenlijk alles wel graag, maar er is niet echt iets specifieks. Eigenlijk, nee. Ik eet wel veel. Van kleren, ja, ik draag graag kleuren. Nu heb ik wel zwart aan, maar kleuren draag ik wel graag, omdat ik ben zelf zo'n heel opvallende. En ja, ik denk dat ik zo altijd wel een beetje anders wil zijn als anderen. Probeer ik toch ook, ik weet niet, omdat ik vind niet dat iedereen hetzelfde moet zijn. En je moet als persoon je persoonlijkheid altijd proberen te uiten. En dat doe ik wel ook in mijn kleren. Ik ontbijt eigenlijk niet zo heel vaak. Dat sla ik wel vaak over, maar zoals ik naar school ga of zo, cornflakes, denk ik. Ja, heel gewone dingen, want 's morgens heb ik nooit niet echt veel trek om te eten. Lievelingsdrank, rozewijn, dat drink ik wel graag. Of gin tonic. Lievelingskleur is zeker en vast roze. Dat zo heel meisjesachtig is en dat past wel bij mij, vind ik. Ik heb onlangs, een paar weken geleden, een nieuw hondje gekregen. Genaamd Mosha, een Sheltie. Het is nog maar 3 maandjes oud, dus het is nog heel klein.